Café De Moespot ligt vlakbij Vollenhoven. Het is een uniek cafeetje, want in heel Nederland zijn er nog maar een paar van dit soort kleine cafeetjes. Ja, het is een praatcafé. De radio staat niet aan, dus iedereen is gewoon lekker aan het kletsen. Café De Moespot is een huiskamercafé. Het ligt ook echt nog aan het huis. En in 1852 is het ontstaan. Sindsdien is er aan het interieur weinig meer veranderd. De naam van het café De Moespot, ja, dat komt van vroeger. Vroeger was hier maar één maaltijd te verkrijgen en dat werd gemaakt in een moespot. Die moespot die hing hier boven het vuur en daar werden allerlei groentes in gehusseld. Koetsiers die kwamen hier aan en ja, die gingen daarna na het eten weer weg. Het was dus eigenlijk een soort van McDrive.